Vandaag hebben we gesproken met de voorzitter van de politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, Steven Al-Faisi, over verschillende onderwerpen. Een van de onderwerpen waarover we gesproken hebben is de verkiezingen in 2025. De voorzitter legt uit hoe de partij zich voorbereidt. Als politieke organisatie heb je geen keuze, je moet continu nadenken over hoe ga ik de verkiezingen in. Eén ding is duidelijk, we gaan sowieso samen moeten werken. We gaan samenwerken met de gelijkgerichte partijen. In ieder geval hebben we een memorandum of understanding, velen weten dat niet of velen weten het niet, met A20. Dus die samenwerking is in het vizier. Wat we nu moeten gaan doen is dat we moeten gaan kijken in welke vorm dat we dat gaan doen. Maar in welke structuren we dat samen moeten gaan doen. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte, zijn we ook in gesprek met andere politieke organisaties, om ons te gaan bundelen, om te kijken hoe kunnen we samenwerken. Zeker progressieve partijen, dat denk ik om een paar te noemen, aan partijen zoals een PRO, aan partijen zoals een DA91, dat we de hoofden bij elkaar moeten kunnen zetten. Maar ook zeggen we, en dat propageren wij ook, maar daar staan wij ook achter, als we zeggen dat elke Surinamer welkom is bij de partij, omdat in principe, wanneer we praten over ontwikkeling, je niet gebonden hoeft te zijn in feite aan een politieke organisatie. Zo zou het moeten zijn. En wij geven die ruimte als mensen denken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname via de partij. Je hoeft geen lid van de partij te zijn, daar kunnen we altijd erover praten. Reeds geven we ruimte aan personen en leveren mensen hun bijdrage reeds aan zaken van de partij. En dit is de wijze zoals het moet gaan en willen we samenwerken. Dus we bereiden ons voor, we kijken, we gaan niet alles hier zeggen waarmee we bezig zijn. Maar we zijn bezig onze strategieën uit te zetten hoe we het beste succesvol kunnen zijn. Wat zijn de prioriteiten van de partij? Prioriteiten als je praat richting campagnevoering, dan is het één om onze campagnestrategie helemaal te finaliseren, ons verkiezingsprogramma ook helemaal te finaliseren. Als ik zeg strategie, campagnestrategie, dan heeft het alles te maken met hoe ga je met je kernen om, het weer boosten van je kernen, het weer ontwikkelen van nieuwe kernen, installeren van nieuwe kernen, maar ook projecten die je moet gaan uitvoeren in de samenleving om de mensen te bereiken, hoe je de boodschappen hoe je met je boodschap de mensen moet bereiken, zodat er een stukje awareness ontstaat, om een keer ontstaat bij de mensen hun denken dat je daadwerkelijk iets anders nodig hebt dan je de afgelopen 48 jaren, 50 jaren hebt gehad. In de jonge mensen hun denken dat ze uiteindelijk gaan moeten beseffen dat populisme, een populair leider niet per se hoeft te zijn, dat die leider ontwikkeling hoeft te brengen. En daarmee dat ook toen aan een stratiman. Ja, want die abstratiman zei, de mij luku, aman populair, aman moet uit dat ghetto. Maar je ziet dat aman, wat betreft draaiwan kondre, amanaba kabesa, amanaba asabi, akonifu draai akondre. Of je ziet wat aman dat soms aman abaskoro papira, maar amai naki siksif negi. Dus uiteindelijk, allemaal, of je de stratiman of wan gewoon stranaman, je hebt vloek ook van, hé, kou doe aan trasani nou. Kou doe aan trasani dan oudu in de afgelopen 48, 50 jaar. Want sa oudu de afgelopen periode, oushitak ano, charuga vis. Het heeft ons niet geholpen om die juiste ontwikkeling te brengen. Het is op en neer gaande situatie. Dus kou lusa pistori dat die kou probeer wan yon sani. If je tam doe a sem sani ala yuru, yo kisa sem resultaat. Dus dat is in feite mijn boodschap aan de mensen. En vanuit de partij gaan we die boodschap brengen dat we code one trasan no. Ja, u heeft gesproken over samenwerking. Binnen de samenleving wordt er gesproken over de waarborgsom. Dat de waarborgsom verhoogd is. Voor sommige mensen is de waarborgsom goed en voor sommige slecht. Hoe kijkt u daarnaar? Voor ons is het natuurlijk niet goed. Dat zijn het opwerpen van belemmeringen om te voorkomen dus dat je concurrentie en competitie krijgt. Eén ding is duidelijk. De samenleving gaat anders stemmen. En ik denk dat de samenleving op progressieve partijen gaan stemmen met nieuwe
frisse inzichten, maar ook integere mensen. Niemand is perfect, laat me dat van tevoren zeggen. Ik ben niet perfect, maar je moet een rode lijn proberen te volgen in mensen hun leven. En dat is Lucas Matrekrekker, dan ga je al zien van, hé, die is nabroeja, weet je, het is nep, het is fake. Anom kon kies me aan tweede lezen, weet je? Of aman die zien, is dat na bla bla bla. Amai luke egi mati en egi ching en egi sa en egi vrouw. Je moet afstappen, hoe moest man durven voor stap afvoeden, soort sandati. Weet je? Dus daar is in principe waar we naartoe gaan. Dus men probeert dat te beletten. Nou, we hebben geen keus. We gaan dat moeten accepteren voor nu. Ja, onder dwang en meedoen. En wij zullen de eerste beste keer dat we aan het bewind komen, dat gaan we dan veranderen. Als de samenleving ons in feite het mandaat geeft om te gaan regeren of mee te gaan regeren. Maar ik hoop dat daadwerkelijk de samenleving ons, de jonge progressieve partijen, het mandaat geven om mede te regeren of te gaan regeren. Om veranderingen, duurzame verandering te realiseren in de situatie in Suriname. Denkt u dat de mensen binnen de samenleving zo ja, die ondersteuning krijgen vanuit de jongere partijen? In principe, wat we kunnen zeggen is dus dat de jonge partijen nog niet voldoende worden ondersteund. Omdat de grote partijen ze hebben heel veel geld. Vaak zwart geld uit de criminele sector of uit de corruptieve sector die ze aan het witwassen zijn. Het is een manier om geld wit te wassen. De maïtak witwassen. Een van de grote witwasmachines zijn de propagandas. Hè? De verkiezingsgelden die worden gestopt in politieke organisaties. En die worden in feite geïnvesteerd zodat nadat er verkiezingswinst is, dat die sponsoren in feite opdrachten krijgen om uit te voeren. Dus ze verdienen hun geld dubbel en dwars terug. Ja, het viervoudige, tienvoudige krijgen ze terug. Daarom zie je die heleboel corruptieve zaken die zich voordoen. Omdat het een manier is om, ondanks bijvoorbeeld de ondernemer niet in aanmerking komt, dat je je door bochten gaat wringen om die ondernemer toch een job te geven. Ik denk, als we kijken naar alle bewijzen, de omstandigheden, dan neigt sowieso dat van het van de DNA, boven DNA-vergaderzaal, ook in die richting. Weet je, 1 en 1 is 2, soms ook 3. Als je die dingen op bij elkaar optelt, dan zie je dus dat een van de grote witwasmachines is. En daarmee kunnen door die zwarte gelden kunnen partijen, grote partijen, tussen aanhalingstekens sluit ik in termen van geld, heel veel uitgeven, mensen aan zich binden, een pakketje hier en daar geven, met geld strooien vanuit de helikopters, grote bands en concerten organiseren om mensen aan te trekken. Maar je ziet dat ze inhoudloos zijn. Ze hebben geen inhoud omdat ze niet in staat zijn ontwikkeling duurzaam te brengen. Een projectje hier en een projectje daar realiseren waar mensen iets nodig hebben is geen punt. Het is nodig, maar het is niet duurzaam. Een keer water realiseren bij een dorp of in een gebied, het is in feite geen gunst. Het is in feite een verplichting omdat je het je hebt genomen. Wat mooier zou zijn is dat je alle mensen in feite de tools aanreikt om zichzelf uit armoede te brengen. Dus dat ze een decent job hebben, zodat ze zelf kunnen verdienen en decent kunnen zijn in de samenleving en hun handjes niet open hoeven te houden. Ja, dat is waar we naartoe moeten gaan in principe als we praten over ontwikkeling. En het is gebleken dat dat niet de situatie is. En wat wij voor propageren en waarvoor wij gaan zorg dragen samen met de samenleving, want we hebben niet alle kennis en deskundigheid, is dat we samen gaan werken om in feite duurzame ontwikkeling te kunnen realiseren. Eenheid komt voor in de naam van de partij. Hoe kijkt u naar die saamhorigheid tussen de jonge partijen? In feite, als het gaat om gelijkgerichtheid, denkrichting, hebben we dat zo'n beetje, hebben we dezelfde gedachtegang. Het punt denk ik is dat we nader naar elkaar toe moeten komen. Maar deze jonge partijen, we hebben in principe, of progressieve partijen, we hebben een aantal dingen samen gedaan in de afgelopen periode. Als het gaat om grondconversie, hebben we dat ook samen gedaan. Als het gaat om ageren tegen dingen die niet goed zijn in de samenleving,
zoals dat van het kiesstelsel. Hebben we daar ook tegen geageerd, samen verenigd en daartegen opgekomen. In feite is het resultaat dat we aan het kiesstelsel is gekomen vanuit de progressieve partijen. Anders was het nooit gekomen, men zou dat nooit realiseren. Dat is hoewel we die granie moeten geven aan mevrouw Serena Asset, is het vanuit die beweging gekomen dat we continu geageerd hebben en een exponent, een advocaat vanuit een van deze organisaties heeft ervoor gezorgd dus dat is gerealiseerd. Dus ik wil hierbij aangeven dat er meer kan gebeuren als je jonge progressieve partijen de ruimte geeft om mede te regeren of om te regeren in Suriname. Die mindshift moet gemaakt worden in Suriname. Waar ziet u de partij Doe na de verkiezingen in 2025? Ik zie de partij Doe in de regering. Met andere progressieve organisaties die in staat is de rest van Suriname te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. Nogmaals, Suriname, één politieke organisatie heeft niet genoeg kader. Doe niet, VAP niet, NPS niet, ABOP niet, you name it. Anders hadden ze het gedaan, toch? Anders hadden ze niet ondeskundige mensen geplaatst op posten waar er ontwikkeling gerealiseerd moet worden. Terwijl we al van tevoren weten dat dat niet gerealiseerd zal worden. Ja? We zien het. En ik kijk dus nu naar die reshuffling zogenaamd die men heeft plaatsgehad. Een zwakke broeder verplaats je. En dat zet je op een andere zware ministerie. Zeggende van, hij heeft het goed gedaan. IMF, de samenleving, heeft een onvoldoende gegeven aan die zwakke broeder. En je verplaatst hem naar een andere positie. Er is een dame. De eerste impression was niet, voor mij niet sterk dat ze een sterke minister zal zijn. Weet je, dus we moeten nu geen tijd verliezen. Het is geen tijd om met zwakke broeders of zusters dit aan te pakken. Je moet je sterke mensen zetten om ontwikkeling te realiseren. Dus dat is waar we ons op moeten focussen.